Hallo lieve kijkers, welkom bij de vlog van de avondshow. Hij is best wel goed. Wat is het, Martine? Ja, het is mijn... Het is een spiegelbeeld. Ja, het is toch gênant dat het mijn ex is. Gênant. Eindelijk. Wat doe je? Dus met een speciale padelcoupé. Deze is al geplaatst tussen twee stiltecoupés. Is dat Jurg weer? Ja, dat is weer Jurg, ja. Okay, als we iemand nodig hebben die iets met hoerenzoon zegt, dan vragen we altijd Jurg. Mag ik nog één keer horen? Deze zal geplaatst worden tussen twee stiltecoupés, zodat pedellers in alle rust diverse hoerenzooi kunnen roepen na een verloren punt. Wat doe je? Ik ben een plaatje aan het maken van Brainpower. Och, ik was zo fan van Brainpower vroeger. Wat doe je? Ik ben padeldingen aan het doen. Kijk, ik heb hier een gek aapje. Hey, Anneke. Hij zit gewoon in een padelbaan. Hoe kan zoiets? Het is ongelooflijk. Wat doe je? Ik plak de logo's af. Dit wordt niet gesponsord door niet Adidas, want je ziet het niet meer. Dit is een padelshirt. Onherkenbaar. Wat doe je? Niks hoor. Nee, ik heb niet te Wat doe je? Ik maak cijfertjes. Je maakt cijfertjes? Doe jij dat? Zoals bananen. Heel veel bananen. En afwasmiddel. Jij bent van de bonnetjes. Van de bonnetjes. Oh, hij loopt over. Ja, maar hij houdt mee. Hij loopt over. Hij houdt van water. Oh. Pas nou op, straks bijt hij je. Ah, maar deze is dood. Zie je? Zwart. Ah, maar bijt. Echt? Nee. Ik heb voedsel nodig. Leuke broek. Dank je. Het makkelijkste kan ik zo doen. Kijk, ik heb 3 maten. Ja, of zo groot als die kan op deze plek. Deze dus. Hier zo. Ja. Als jij je mouw omhoog houdt. Oké. Hallo, hallo. Hey. Brainpower. Daar ben je toch fan van? Ja, maar dat is geheim. Nou, wij gaan het okay. Doei! Doei! Wat doe je? We gaan allemaal kleren gooien op deze tafel. Wat doe jij? Ik probeer de interferentie van het licht uit het shot te krijgen. Kijk maar, dat kun je heel goed zien. Er zitten nu van die bewegende lijntjes. En dat willen we niet. Is een schoen ook leuk? Ja. Ja toch? En jij kan hier ook zeker zomaar weer van die giraffen in doen. Jazeker. Vechtende giraffen wellicht. Ik snap steeds beter hoe we die 100 miljard halen. Dit is... Oh.
Bij Crotshot zorgen wij voor de perfecte foto's van uw huis, waardoor u geen cent te veel belasting betaalt. Wij gebruiken een speciale kleinhoeklens voor een extra krappe look. Wij zorgen voor een aanrecht vol vaat en verspreiden afgekeurde statiegeldflessen voor die authentieke prachtwijkbeleving. Hallo, je gaat supergoed. Woehoe, Tom, lekker bezig. Tom, ik stuur je nu de slaapkamer. Yes. Hallo. Ah ja, waar moeten we staan? Ja. Ik moet je de groetjes doen van Pieter Klok. Hij is groot fan, hij leest je boek elke week en moet dan elke week heel hard lachen. Is dat een standaard tekst die je elke dag moet doen? Pieter Klok, de mythesfiguur. Oh, zo jammer. Nee. Ik vind jouw muziek fantastisch. Het Knuffelbos. Ah, Knuffelbos. Knuffelbos. Ja, wel, ik hoop dat je het hebt, want dat is heel veel geld waard tegenwoordig. Ja, die worden niet meer gemaakt. Echt? Dus dat is collector's item. Ja. Och. En ze vallen heel makkelijk kapot. Dat ze goedkoop zijn vervaardigd en gemaakt. Dus doe voorzichtig. Dus doe heel voorzichtig mee, zou ik zeggen. Ik zal het doorgeven aan Pieter Klok. Voilà. Ik ga naar beneden, doei, tot zo. Tot zo. Je hebt je eigen thee. Thee van Arjen, thee voor Martine. Je bent ook een diva, eigenlijk. Vlog. Heel goed, heel goed. Kijk elke week, als het wekelijks is. Gaat hij goed? Ja, zeker. Met jou? De anderhalf. En jullie dan? Laatste. Laatste? Ja, de laatste keer. Veel plezier. Martine komt er. Lekker jongens. Oscar. Oh, was jammer. Ja, ik ga vast. Veel plezier. Yes. Tot zo.
zo uitdrukken. Emilio, wat gebeurt er? Ik word een eng mannetje. Maar moet ook weer niet een soort van zwarte piet. En daar moet echt heel veel, moet ze heel veel voor doen. Met je handen in die vieze dingen gezeten. Heb ik met mijn handen in vieze dingen gezeten? Ja. Oh, het enge mannetje. Ja. Je moet ook een horloge moet natuurlijk uit, want een enge mannetje heeft geen horloge. Die heeft dat niet. Nee, die zit er al een jaar. Maar hoe weet hij dat zonder horloge? Ja, nee, dat is geconstateerd door Arjen, dat hij er al een jaar zit. Ja, nee, het enge mannetje is alle besef van tijd kwijt inmiddels. Het is vooral qua enge mannetjes wel het hoogst haalbare, denk ik, dat je bij Arjen onder de desk zit. Waar moet je daarna nog terecht als enge mannetje? Oh, trouwens, dit kan je er wel uitwassen. Oké, okay, ja. Dat zou gaaf zijn als ik eindelijk, omdat ik zo'n ontzettend trage baardgroei heb, en ik ben al zo oud, maar dat pritstift dus heel erg blijkt te werken. Dus dat ik nu ineens, man, een ontzettende baard krijg. Dat is wat ik hoop. Hou je hand eens op. Nee, ja, doe nou deze. Jezus, nee, maar het is gewoon... Okay. Maakt echt geen fuck uit. Kijk, zie je? Je hebt al zoveel van zo weinig. Oh, wat vies. Oh, wat vies. Zie je dit? Nee. Dit is wel echt vloggoud. Ja, is dit vloggoud? Dat Shumi haar eigen haar op jouw gezicht plakt, ja. Ben je shirt nog smoezeliger of? Nee, dat is gewoon stom. Nee, want ik denk echt dat het niet hoger wordt dan dit. Beetje nattig. Pas op, er lopen allemaal giraffen achter je. Oh nee. Wat heftig. En wat zijn ze toch klein in het echt. Belasting betalen. Oké, okay, dat geldt in principe ook voor dit enge mannetje onder mijn desk. Ja. Nee, die woont hier gewoon. Jij zit hier het hele jaar toch eigenlijk, of niet? Zit je het hele jaar? Ja. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Klopt. Dankjewel. Hey, lieve mensen, tot zo. Oké, okay, tot zo. Mag ik jou heel veel plezier wensen? Zijn jullie er nog? Ja, ik wel. Hey, borreltje, donderdag. Hey. Ja. Wordt er gevlogd vandaag? Ik denk wel, er wordt altijd gevlogd. Ik weet niet of de vlogcamera ergens is. Maar kijk je graag naar de vlog? Ik kijk sinds 2 weken. Sinds 2 weken naar de vlog? En heb je alles teruggekeken? Ja. Echt jaren terug? Ik weet niet wat er online staat. Wat leuk. Wie kijkt er allemaal nog meer de vlog? Allemaal vlogfans. Ik ga even kijken of de vlog er is. Ik weet niet of Martine er is. Martine, tuurlijk is Martine er. Martine, ben jij er ook? Er wil iemand in de vlog. Ga lopen. Hé, hey, Martine met de vlog! Kom even! Een meneer daar wil in de vlog. Hij is, ja. Ja, zwaai, kun je inzoomen? Ik weet niet. We hebben ook gewoon goede camera's, bedenk ik me trouwens. We kunnen gewoon dit beeld krijgen. Ja. En nu? En nu, dat was het. Oh, oké. Okay. Ja, Martine! Yes! Hey Pieter. Hey Martine. Wat heb je daar? Ik heb een, ik weet het eigenlijk niet, want jij hebt besteld. Dat komt, je kwam net binnen. Mm-hmm. Met zo'n hele lage stem. Ja. Volgens mij heb jij een kater. Oh, lekker zeg. En? Oh. Lekkere zwarte koffie. Oh, heerlijk. Dankjewel, Martine. Dan hangt iets aan je mond. Oh, sorry. Wat gaan we doen eigenlijk? Nou, het is misschien wel leuk. We gaan even de tunnels in. Is dat nu? Ja, dat is nu. Na dit broodje. Oké, let's go. Ik vind het dus super spannend. Ja, het is ook best spannend. En er zijn er dus heel veel gangen te zijn. Of weten mensen dat wel? Nee, we... Mensen weten nog niks. Nou, dat is wel leuk dan om te vertellen. Kijk, wij zitten nu al een tijdje op Mediapark. Ja. En we hebben al een beetje hier en daar wat gangen ontdekt. Ja, ja. Vooral onder onze studio en zo. Precies. Ja. Maar er zijn dus gangen overal op het Mediapark. Dus onder het Mediapark eigenlijk. Van hier tot aan de Dam, tot aan... Nee, niet aan, tot aan de Dam. Niet nu tot ben aan je de aan Dam. Overdrijven. Ergens heel ver weg. Ja. Dus we gaan de gang in en gaan kijken waar we uitkomen. Oké, okay, spannend. En wat we tegenkomen. Oh, hoe bedoel je? Nou, de geest van Jos Brink schijnt daar ook rond te waren. Dat is vast een lieve geest. Ja, dat is wel een lieve geest. Maar wel irritant hoor, als die...
Oké, let's go! Let's go, jee. We moeten meteen alweer wachten, Pieter. Ja, vloggen is wachten, zeg ik altijd. We zijn op een bankje neergezet, we moeten even wachten. Want we weten zelf dus niet hoe we er moeten komen. Nee, want het is echt heel geheim. Maar dat meen ik, het is echt heel geheim. Ik mag dus ook niet laten zien hoe we er komen. Nee, dit, waar zijn wij nu? Ja, dat mag ik misschien ook al niet zeggen. Nobody knows. Nobody knows. Misschien wel in Mark. Je zoekt het erg in die regio, merk ik. Ja, dat lijkt me dat ze daar tunnels hebben. Beetje de skirts of Amsterdam. We wachten dus eigenlijk op degene die de weg naar de tunnels weet. Ja, dat hadden we toch al. Oh, dat zei zij net. God, wat ben ik slecht dit. Pieter heeft een beetje kater. Nu gaan de geheime deuren open. Dat is een nieuwe leesdeur. Het is heel lang niet meer open gegaan, hè, deze deur. Zal ik het anders even kruipen? Ja. Ik had het angst aan het jaar er wel in kwam. Helemaal niks. Loop, moet omlopen. Pieter, het gaat meteen al mis. Ja, maar ja, niemand, het is zo lang niemand in die gangen geweest. Er zijn lang mensen niet. Oh, wat is dit dan? Hè? Dit lijkt al een decor, jongen. Ja, we zijn met decor weer. Hier zijn we met het treintje geweest. Ja, dit vind ik echt een heel leuk gedeelte. Decoropslag. Het Parool. Lees die krant. TV-historie. Dat zijn we zelf, Pieter. Oh, pardon. André. Wow. Het is heel warm hier. Waarom moet ik voorop? Ja, hallo. Ga toe, kom. Pas op, er hangt hier een... Even een onderhoor. Je loopt hier naar een dove hond. Nou, dood. En nu? En nu? Nu mogen jullie door die deur. Ja. En dan mogen jullie verder zelf uitzoeken daar. Slecht idee, noem maar.
Oké. Rechtdoor, gewoon rechtdoor lopen. Rechtdoor blijven lopen. Zo'n enge stoel. Die hier al een tijdje staat. Kunnen we hierdoor? Ja, we kunnen proberen. Oké. Wat nou? Durf jij het open te maken? We kunnen ook nog terug, hè? Zo terug? Ja. Zo ver. Ik weet niet of hij hier wil mogen komen. Wat is dit? Ja. Ik ben bang dat wij inmiddels gelopen zijn naar de nucleaire bunker. Kan dat? Hou op. Ja, die dus schijnt hier te zijn. Nee, hou op. Ja, volgens mij wel. Maar dat is dit dan toch niet? Ja, ik denk dat dit dan een stroomvoorziening is. Dat is wel vet. Maar ik denk echt niet dat we hier mogen zijn. Dat, om stroom te krijgen. Maar hij staat nog aan, dus Pieter, kom. Ja, we gaan. Naar binnen, Pieter. Dit lijkt wel nep, hè? Nee, ga jij maar even voorop. Ik zei helemaal te trillen. Oh,
gaan iemand tegenkomen. En dan moeten we uitleggen wat we hier doen. Ja, dat mag jij doen. Nee, gebeurt niks. Het lijkt wel escape room. Is weer zo lekker. Ik denk dat het niet was. Pieter. Ja, we gaan terug. Laten we gewoon door deze deur gaan. Echt kut als we nu een vergadering binnenlopen. Ja, we zitten onder de grond. Er zit hier toch niemand te vergaderen? We zitten in een atoombunker. Ik kan wel even proberen of je dicht kan, Pieter. Ja, nee. Ik doe hem even dicht. Gaat niet meer open, Pieter. Grapje. Nee, dat is echt eng. Hier komt niemand. Er moet ergens toch een uitgang zijn. Hier weer zo'n zevende kamer. Lopen die mensen nog steeds uit? Volgens mij, kijk die deuren. Kijk, dit zijn weer van die stevige deuren, dan moet dit de uitgang zijn. Ja, maar ik kan het niet meer. Kijk eens, NOB-studio. Daar gingen ze hier het journaal maken. Vind je? Wat hoor je? Gerinkel. Wow! Wacht. Oké. Jezus, wat vet. Kijk man. We zijn nu al door vier van zulke deuren gegaan. Ja, nu zijn we eruit denk ik. Een trap. Een trap. Gaan we naar de trap? Ja, kom. Ik weet niet waar we zijn, hè? Nee, ja, maar ik wil gewoon naar boven. Dat is het belangrijkste. We zitten al heel lang onder de grond. Ja, maar hoe gaan we dit uitleggen als iemand tegenkomen? Ja, nou, dat is jouw werk. Weet ik veel. Het is die schuld van die meneer die had ons achtergelaten. Hoe zijn we nou weer? Of trapje. Oké, naar beneden of naar boven? Nee, naar boven. Is deze deur dicht dan? Oh, jezus. Dit is dicht. Oké. Volgens mij is het best hoog. Ja, doe maar. Ik durf het niet. Jawel, dat durf je wel. Kom op. Jezus, Pieter. We zijn echt heel hoog. Wanneer houdt dit op? Ja, of we zijn heel diep of we zijn heel hoog. Heb je geteld? Nee, ik weet het echt niet. Maar echt, dit is denk ik top 20, 25. Godsamme, dat kan niet meer. Probeer gewoon. Oh. Kijken. Wat? Wat? Zeg. Hé? Dit is niet meer het Mediapark. Je bent daar. Wat? Daar komen we vandaan. Dat is Mediapark. Holy crap, dat is de redactie. Nou ja. Holy crap, wat eruit zegt, joh. Dit is de tv-toren. We zitten in de tv-toren. Moet er al. Hey, kijk nou. Wat? Dit is het logo van de... Man bij het hond. Man bij het hond. We gaan omhoog. Doe je jas aan? Kom. Ik neem je mee. Op aan. Oh. Ik denk dat dit wel een levensgevaar is. Weet je zeker dat dit mag, Pieter? Ja? Ja. Holy. Martina? Nee, Pieter, luister even. Ik heb geen zin om weer al die trappen naar beneden te lopen. Nee, ja, nou ja, wil je springen? Er is hier ook niet in een lunchroom of zo, ik heb honger. Nee. Ja, we moeten ook even naar de redactie. Ja, echt?
lopen. We gaan buiten, hè? Buiten langs. Niet buiten langs, maar al die trappen, maar je moet me even moed inpraten. Zet hem op. Oh, jij ook. Kom op. Trappen naar beneden zijn altijd makkelijker. Er is een lift. Ontkend. Moet hier. Gewenste richting, naar beneden. Alsof we met de lift gekomen zijn. Nou, ik wil misschien toch liever met de trap. Nee, kom. Dit durven we wel, er is een telefoon.